Gordon oogst momenteel een storm van kritiek vanwege zijn scherpe opmerkingen over collega Dries Rulfink, wat niet onopgemerkt blijft in de media. Zijn muzikale comeback lijkt gepaard te gaan met controversiële uitspraken die bij prijfbaas Evert Santegoeds in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Santegoeds, die Gordon's ladunkende houding als onsmakelijk bestempelt, wijst op het succes van Dries Roelvink in het concertgebouw. Hij betwijfelt of Gordon op dit moment hetzelfde succes zou kunnen behalen. In de podcast strikt privé benadrukt Santegoeds dat het onnodig is om Dries Rulfink zo publiekelijk te bekritiseren, vooral omdat Rulfink niemand lastig valt en af en toe optreedt voor zijn fans in het prestigieuze concertgebouw. Volgens Santegoeds is het concertgebouw op dit moment één te ambitieus doel voor Gordon, en hij raadt hem aan om te kiezen voor locaties zoals de Flint in Amersfoort. Hij stelt voor dat Gordon een boeking zoekt in het feestcircuit in plaats van denigrerende opmerkingen te maken over collega artiesten de Pravebaas suggereert dat de populariteit van Gorde op een dieptepunt is beland, ondanks de aandacht van de media. Kritiek op Gorde's zangkwaliteiten blijft niet onbesproken. Santegoeds merkt op dat de kritiek op Gorde's optredens niet mals is en dat zijn zang net zo vast is als zijn spraak. Hij roept Gorde op om te stoppen met zijn lelijke commentaren, waarbij hij benadrukt dat Gorde zichzelf niet in een benijdenswaardige positie bevindt. De Baas lijkt een vurig pleidooi te voeren voor meer respect tussen collega-artiesten en moedigt korde aan om zich te richten op positieve aspecten in plaats van zich te laten verleiden tot negativiteit.